kan mij vertellen waar de hemel is. En of dek door zijn wijk kan gaan logeren. Kijk eens. Hallo. Ja, van harte dank je Fischat met jouw duizendste. Dankjewel, dankjewel. En je weet inmiddels waar dit voor misschien heb je wel eens in de krant. Ja, ik heb het wel eens gezien, ja. Dus, ja. En wil ik jou overhandigen. Leuk, dankjewel. Ik vind net het begin van de uitzending. Ik leuk, dankjewel. Dankjewel jongens. Nog 1000 bij mag plakken. 23 jaar. Je hebt altijd met een geweldige drive op het omroepwerk gestort. Voor radio. Maar ook voor de televisie en op de kabelkant. Dat heeft heel lang gedaan. Je beschouwt het, en beschouwt denk ik, het nog altijd toch als een soort kindje van jou. De duizendste uitzending van Met de Zachte G. De getal 1000 is een soort magische grens. Als je denkt aan het maken van radioprogramma's, is het een enorm aantal. Want reken maar even mee, als je 1000 deelt door pakweg 50 weken in een jaar, dan ben je al gauw 20 jaar onderweg. Week in, week uit een programma in elkaar zetten, vrijwillig, weliswaar, maar toch ook met een verplichtend karakter. Immers, de mensen, de luisteraars, rekenen erop. Nee, na deze 1000 zal het immers verder gaan met aandacht voor het Brabantse dialect en de Brabantse gewoonte. Dat elke week over het voetlicht brengen is een flinke bijdrage aan het Brabants cultureel erfgoed. De verwachting, Thea, of wens dat Arno na zijn pensioen wat meer thuis zou zijn, is misschien niet helemaal ingelost. Maar je mag eigenlijk heel tevreden zijn met jouw inbreng in het geheel. Ten slotte heb jij met je geduld en met je gevoel voor de draai van Arno het mogelijk gemaakt dat we Arno nu hier in het zonnetje zetten. Ik wil daarom graag toch ook een flink stel van die zonnestraaltjes op jou laten vallen. Ook jij hartelijk bedankt. En Arno ook heel erg bedankt voor jouw inzet. Heel hartelijk bedankt. Gefeliciteerd. Een kleine envelop. Dat verhaalt er niet over de inhoud. Ja, goed. Maar het is bedoeld als het heel goed gedaan. Maar ik ben verrast om jullie allemaal hier te zien in ieder geval. Ja, 1000 uitzendingen, 2 september 1993 was het de eerste, 23 jaar. Met veel plezier nog steeds, het valt niet altijd mee, want Thea die zegt ook wel van nou blijf maar thuis en dan probeer ik erop. Ik zit smiddag niet wel thuis en dan ga ik wel thuis te werken. Ik ben wel thuis, dat is een schilderstuk. Goed, in ieder geval fijn dat jullie hier waren. En, ja, nog een half uur is de uitzending afgelopen. Bedankt in ieder geval voor jullie. Ja, jij ook heel erg.